Amai, amai, amai. En hoe op zat ik het stad over me nu. Amai, amai, amai. Dat is tijd voor de vuur. Zeg, wist jij bijvoorbeeld ook dat er sociaal gerichte voertuigen zijn? Ja, ik zal even uitleggen. Wat je dus in contact kunt komen met andere mensen. Ik zal een voorbeeld geven: een lijnbus. Ah ja! Zo, als zo we doen, ja, sociaal ja, gerichte. Ja, ja, ja. Nou, in een bus, dat is ook helemaal. Ik heb mijn gisteren nog even gezeten. In een bus van Disney naar Duin. Ah ja, ja. Daar had ik nog iets voor, zijn flup. Ja? Oh, amai, amai. Als ik dat aan denk. Ik zat op in een bus recht tegenover een jong maasje. Ja. Ja, een jong maasje had me tang al kunnen in een schoot. Ja, en hebben we weer zo wat aan het rijden, hè? En flip. Had dat maasje een eindstok en mijn mot, zeg. Ja, Louis, jong, dat kindje zal honger gehad hebben, hè? Ja, maar die kleine wilde niet eten. Die wilde niet lotsen. Ja. Allee, vooruit, je gaat net eten, zei dat maasje, hoe geven we dat meneer hier, hè? En jij maar loeren, zeker? Ja, ja, maar. Een paar kilometer voor het van haar. Ga je eten doen, geef dan meneer, hè? Want toen hebben we er tegen gezegd, joh, vraag, ik kan niet blijven wachten. Ik ga toen je halte zeer dan nog een afstand. Ik zijn een boerenknol en jij hebt een nul. Maar wat dat ik moet doen, mijn leven lang. Want dat is geen prul, mij wakt mijn dagen vol. Zit tot al mijn pensioen hier in de stank. Jij hebt gelijk dat je een voeten veegt om die gierigheid van die vanellezalle. Oh ja, 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 want met mijn caravan op reis gaan, dat is het liefste wat ik doe. Ah ja. En toppend van alles, ik heb mij een tombola overtoer en reis gewoon naar Spanje voor 2 weken. Allee. Komende maand. En ik maak ik 10 vrienden meenemen. En ja, nee, had ik al neergedoegd. Maar dat is toch niet wel ja, zeker? Ja, ja, ja. Allee, amai, naar Spanje. En had ik een speciaal om mij gedoegd? Ja, zou jij dan met een vouwbak willen bouwen, zetten? Zeg ik, zeg! Ik heb hoogschool gegeven vandaag. Ik weet het wel, Wiegen, ik weet het wel. En hoe kwam het dat je niet naar school gekomen bent? Zeg je dat niet, juffrouw? Ik heb mijn Sinterklaas gekregen. Een trotte net. Omdat ik zo'n schoenen gedichtje gemaakt had. Ah, ja, laat het eens hopen. Rotteke totteke tot! Mijn zus breidt kousen tot aan haar knieën. Maar, dat rijmt toch niet? Nee, het gaat worden wat zo'n stoep. Alfons, dat is mijn broer, hè. Deze schoenmoeder is overleefd gestorven. En hij staat er op haar graf. Rip. Rip is Latijn en betekent rust in vrede. Ja, maar dat weet ik wel. Maar als een fonds vond dat zo ouder op zo'n brie graf, zag ik gewoon rip. En dan heeft hij erbij geschreven, rip, 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 hoera! Als een fonds, dat is mijn broer, hè. Die is haar jongste zoon. Dat is een loempendeur, zeg. Loemp! Jong kan er ook niet aan doen, hè. Maar ze zeggen van tijd, die stond niet op deze rij toen hij het verstand had gedaan weer. Je stond nog niet op het tweede rijden. Ik denk niet dat hij een daal was. Oh,
Nee, maar ik zit dus al zo aan die middengang zo, met die terzichtige stewardess. En over toer ben ik met de Coleman mee geweest. Dat is een Hollandse maatschappij, hè. De Coleman. Ja, en dat die Donald is iets speciaals zo. En andere vliegers kregen dat een zat koffie of zoiets voor te drinken, hè. Nee, daar kwamen ze rond mee en kom ik een sap. Een matte sap met bolletjes. Vraag dat zo'n schoen stewardesske, zo'n Hollandse stewardesske, alsjeblieft, die ging een hele vlieger af. Maar bij mijn sop heb ik geen zo'n iets hettelijk vertellen zo. En dan kwam ze terug, ik zei, toen zal mijn Hollands klappen tegen haar meisje. Ik zei, juffrouw, hebt u misschien een droog sneetje? Ja. Nou, die was die goed gezond. Ze zei, nee meneer, dat zijn mijn schoenen die zo kraken. Zijn vrouw had hem een dochtertje geschonken, maar overleefde de bevalling niet. Toen bleef hij alleen achter met zijn handje, dat was de balsem voor zijn groot verdriet. Hij ging toen nog alleen voor Antje leven, en altijd waren die twee bij elkaar. Hij zou haar alles geven, niets viel hem ooit te zwaar. En bij haar bedje zei hij zacht tot haar: ik maak van Antje een prima ballerina. Ik maak van Antje een heel beroemde ster. Eens wordt ze zeker de prima ballerina. Mijn Antje, die brengt het heel ver. Zeg. Ja. Wil ik eens iets anders zeggen? Als ik in één plek was, hè? Ja. Dan ging ik naar de andere kant van het eiland. Daar zitten inboorlingen. Uh-huh. En die zijn allemaal, gelijk als alle negers, nogal goed geschapen. Mm-hmm. Nou, nee hoor. Want ik ben ooit verliefd geweest op die Lukaku. Maar die verliefdheid was snel over, hoor. Wat, hè? Jij verliefd op Lukaku? Die is shotter. Ja. Amai! En is die verliefdheid dan al voorbij, of wat? Nou ja, ze hebben die jongen gecastreerd. Geweldig, Lukaku, gecastreerd. Ja, hoor, want ik hoorde de reporter op tv zeggen... Nou, Lukaku moest twee ballen. Nou, en ik hoef ook helemaal geen man, hoor. Want mijn zussie is getrouwd en haar man komt regelmatig thuis met een bos bloemen. Nou, dan weet ze het wel, hè. Ik moet weer met de benen wijd. Met de benen wijd? Ja. Omdat jij van hond met bloemen thuis komt? Ja. Heet die dag en vals? Dan noemen ze daar nog al een leeft. Ja. Dat is de mens van 95 jaar hoor, hè. En ik weet niet of dat je dat weet, in heel overlast is je nog vader geworden. Je herkenning bij iemand van 20 jaar hoor. Ja, dat heb ik ook willen zeggen. Een heel prestatie, hè.
van een onkel Gerard. Ja, ze heeft tegen de gynaecoloog een kerk gehaald dat ik ze nog een grillige, hè? Ze noemt Gerard. Maar ja, zei hem, ik laat toch regelmatig de monteur nog eens goed houden. Ja, ze de gynaecoloog, maar dat is ook toch de nonnie in die monteur maar eens vervangen. Want dat kerk is iets wet.